We gaan zo meteen 24 uur in een auto dwars door Europa rijden op waterstof. Van harte welkom, Manon. Mijn naam is Bastien de Vree en ik ben samen met Arjan de organisator van deze challenge. Wij hebben de eer om mee te mogen doen aan het enige damesteam bij deze race. Dus wij rijden eigenlijk voor Hydrogen Europe, die is gelokaliseerd in Brussel. En wij werken daar zelf niet, maar mijn zus wel. En omdat we allebei veel met innovatie en duurzaamheid bezig zijn, vroeg ze zich af of wij ook wouden rijden. Ja, we zijn ook al heel benieuwd hoe goed het netwerk voor waterstofauto's uitgelegd is in Europa. We hebben gezien dat vooral in Duitsland eigenlijk veel stations zitten, de rest van Europa valt nog een beetje tegen. Mocht er nou iets misgaan, dan zijn wij vier dames in een auto, dus uiteindelijk komt dat wel weer goed. Wij damesteam, die gaan wel winnen. Yes. Ik ben Ivar Dorst, ik werk bij Infram. Bastien Dupré, de organisator van deze challenge, is mijn collega. En ik heb met de eerste challenge meegereden, notabene ook nog gewonnen. Dus dat was natuurlijk een hele mooie prestatie. En zodoende heeft Bastia mij toch ook weten te motiveren om weer met deze challenge mee te doen. Deze keer niet met het bedrijfsteam van Infram, maar met een samengesteld team in de auto van de heer Kerkhoff. Weet je, normaal gesproken een rit naar het buitenland die zo lang duurt, dat vind ik verschrikkelijk. Maar gewoon de ervaring en het waterstoftanken en het contact met de teams onderling, dat is zo gaaf. Het is echt een gebeurtenis die je gewoon mee moet maken en ook nooit van je leven meer vergeten. Ja, je leert er sowieso van dat het technisch mogelijk is om op waterstof te rijden. En dat het eigenlijk achterlijk is dat we allemaal nog in onze benzine en diesel rondrijden. Waterstof rijden is gewoon en stil en schoon en dat is gewoon heerlijk. Nou, we zagen die aankondiging van die challenge en die sprak ons aan. Omdat Ineke, die is heel erg geïnteresseerd in milieu en alles wat erbij hoort. En voor mij is de techniek, heb ik altijd interessant gevonden, heb ik ingezeten. Ja, die combinatie van die twee, die maakte dat we dachten van kom, we schrijven ons in. En we denken natuurlijk ook aan onze kleinkinderen. Ik bedoel, dit kan een hele mooie toekomst voor de kleinkinderen bieden, om een schoner milieu te veroorzaken. Mijn naam is Willem Hazenberg van de firma Stork. En voorzitter van Hydrogreen, dat is Noord-Nederlands platform van waterstof-economie. Op dit moment gebruiken we al 10 miljard kubieke waterstof in Nederland. Daar is de mobiliteitsmarkt een hele kleine markt van. Nou ja, we hebben natuurlijk de route die we willen rijden. We willen gewoon een leuke route gaan rijden, niet voor maximaal van de punten. Het zou in Engeland moeten gaan. Maar we denken dat met de afstanden die de auto kan rijden, dat wij wel voldoende brandstofpunten vinden, zeker in het Duitse gebied. Een beetje of loofwater uit de kraan. We gaan nu naar de startbal. Oké, beste challengers, dit gaat het worden. Klaar voor de start, go! Alles staat, we kunnen weg. Dag, tot morgen en heel veel succes, hè? Jongens, we gaan ze vangen. Mijn naam is Wilfried van der Veen en ik ben van Twinning Energy. Wij rijden mee als Vos. En het is de bedoeling dat de andere deelnemers ons vinden. Ja, ze rijden allemaal in een auto. Het is de bedoeling dat ze ons op de foto zetten. Zodat de organisatie kan zien dat ze ons daadwerkelijk gespot hebben. En dan krijgen ze punten voor. Er zit wel een addertje onder het gras. Want als wij erin slagen de auto's op de foto te zetten zonder dat ze ons op de foto hebben gezet, krijgen ze weer strafpunten. Waar we ook mee te maken hebben is dat er op dit moment nog maar weinig tankstations zijn. Dus het is ook het zoeken en het spel van waar kunnen we komen, waar kunnen we niet komen. Maar nu de praktijk van hoe gaat het worden? Ik ben werkzaam bij Twinning Energy.
En wij leveren tankvoorzieningen bij bedrijven op eigen terrein. Wij doen in feite alles. De klant hoeft alleen maar een handtekening te zetten. En wij regelen de vergunningen, de civiele werkzaamheden, het plaatsen van het station, de auto's, tankpassen, echt alles. Nou, dat is wel een leuk nieuwtje. Wij rijden vandaag in de nieuwe Hyundai Nexo als Vos. Dat doen we als eerste in Nederland. De Hyundai Nexo is de nieuwe waterstofauto van de Hyundai en heeft een actieradius van zo'n 680 kilometer werkelijke kilometers. Serieus? Dit is wel gaaf. En nou moeten we eigenlijk nog doen dat we echt naar buiten staan. Ja, dat zal ook nog niet doen. Er zit echt niemand achter het stuur. Twee uur 's nachts. Eerste punt. De bedoeling was om eerst naar Salzburg te gaan, Brendan Pas, maar dat redden we allemaal niet. We gaan nu terug naar via Oostenrijk naar Ulm en dan Stuttgart. Top 3 in ieder geval. Nou, goedemorgen allemaal. We zijn aan de andere kant van de nacht uitgekomen en zo te zien lijkt het allemaal goed gegaan. Wij hebben enorm met jullie meegeleefd. Alle afgelopen uren. Echt super tof wat er allemaal langs is gekomen. En ik vind het heel fijn om te zien dat jullie allemaal die challenge spirit goed hebben opgepakt. De eerste! En eerste reactie! Hallo! Hi! We zijn er! Oh man, we zijn er! Ja! Blij! Ja, mooie tijd. Het overzicht was fantastisch. Het was echt super. Heel tof. Ja. Echt heel gaaf. Het vloog voorbij de 24 uur. Echt? Ja, het was echt hartstikke leuk. En hij rijdt gewoon echt super lekker. Hij rijdt echt heerlijk. Ja, was geweldig. Volgend jaar weer meedoen. Dus een goede ervaring, positieve ervaring. Dus volgend jaar weer. Zeker weten, wij zijn er weer bij. Ja. Gaan we nog verder. Inderdaad. We hebben 1800 kilometer gereden in 23 uur. Teams zijn binnengekomen. We gaan nu het laatste stukje doen naar Nijmegen. En het allerbelangrijkste, iedereen heeft een topdag gehad. Hey jongens, welkom allemaal. Het is vandaag zaterdag, we zijn aan het innovatiefestival. Dus we hebben fantastische innovaties binnen. Drones, robots, je buiten staat er zelf rijden in de auto. Je kunt zelfs racen met drones als je dat wil. Hartstikke leuk. Maar de reden waarom we hier nu allemaal met z'n allen staan, is om even wat mensen in het zonnetje te zetten. Ik heb 3 categorieën. De eerste categorie was schrijf een pakkend mooi beeldend verhaal over je reis. De volgende categorie is de categorie eigenlijk meest bijzondere foto. Nog 1 categorie voordat we naar de eindwinnaar gaan. Dat is de categorie film. De winnaar van de Waterstof Challenge is Tien Kerkhoff.